gaan we even filmen. We zijn hier bij de paddenstoelenstand op de Zuidermarkt. Zoom even in. Een minicamera. Ja, daar hebben ze heel veel soorten van. En werkelijk, die hebben ze dus een basispakket. En dan kan je dus voor honderden tot duizenden euro's kan je erbij kopen. Dit is de kenner van de paddenstoelen. Als het seizoen is, dan verkopen ze hier ook truffels, zwarte truffels, en ze verkopen hier ook witte truffels. Ik zal nu even de zwarte truffels filmen. Een eigen site maken ofzo, of op YouTube. Dat zou kunnen. En dan even een gemiddelde klant, die neem ik dan ook even in beeld. Is toevallig niet mijn vrouw, maar dat geeft niet. Even goed opletten. Ja, dit is Olaf, die zoals het brood van Le Perron. Ja, je dacht van voordat hij denkt van, nee, godverdorie. Ik ga een filmpje maken. Ja, nee hoor. Ik ga filmen. Nee, het was kom al. Kijk, gaan we even nog, laten we het in beeld zien. Zeg maar. Le Perron. En dan laten we ook even zien wat er allemaal te proef is. Mijn vrouw is gewoon aan het proeven, gezellig. Dit is het assortiment en er komt er iedere keer weer wat bij. En daar hebben we weer een gemiddelde klant. Ja. Nog even filmen. Dit is wat wij gekocht hebben. Even kijken. En dit is de kaascanner die ons het allemaal verkocht heeft. Goedendag. Goedendag. Jawel, maar goed, we gaan er voor één.